Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Ik ben Bob Savenberg. Ik ben gemeenteraadslid in Dilbeek. Uh, ik ben eerste opvolger. Ik kom op als eerste opvolger uh, voor de Open VLD voor het Vlaams parlement. Ik ben getrouwd. Ik heb vier kinderen: Talle, Nino, Jade en Leon. Ik ben bedrijfsleider. Ik heb mijn eigen bedrijfje en daarnaast ben ik ook managing director van een house of entertainment. Dat is een entertainmentbedrijf, uiteraard. Waarom stapt u in de politieke strijd? Ten eerste, ik vind dat geen politieke strijd, maar bon. uh, waarom ik daarin stap, uh, omdat ik er al aan begonnen ben. Uh, ik heb vorig jaar uh, deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezingen in uh, Dilbeek. Ik ben ondertussen gemeenteraadslid en uh, toen in ons ledenblad van de Open VLD de oproep kwam van als je zin hebt, stel je kandidaat, dan heb ik uh, mijn kandidatuur gesteld. Um, en gelijk ook WhatsApp gedaan naar onze voorzitter en gezegd van kijk, ik heb dat gedaan. Kun je er iets mee? Goed. Kun je er niks mee? Ook goed omdat ik, ik heb zoiets van, uh, het komt op mijn pad of het komt niet, maar het is op mijn pad gekomen, waar ik heel blij voor ben. Uh, ze heeft mij een, een aantal weken geleden gebeld en gevraagd van heb je nog zin in. Ik zeg ja, heel graag. Ik wil koning worden, bij wijze van spreken. En uh, dan heb ik uh, dat met veel plezier aanvaard, omdat ik zo het gevoel heb van. Ik heb altijd mijn. Uh, ik heb ooit met een lifecoach gewerkt, en die zei tegen mij van ja, jij wilt stenen verleggen. Dat is eigenlijk je ding. En dat is eigenlijk waar. Ik wil altijd stenen verleggen. En ik heb altijd zoiets van als er een probleem is, wil ik dat oplossen. Want er bestaan in mijn ogen geen problemen. En dan uh, neem ik daarvoor de nodige stappen en dan zie ik tot waar dat ik moet gaan. En moet ik daarvoor verder stappen, dan stap ik verder. En dus waarom dan naar dat Vlaams parlement? Als het, als het enigszins uh, mag van de kiezer. Um, omdat ik daar uh, mijn persoonlijke reden voor heb. Omdat ik uh, dingen zie, bijvoorbeeld in onderwijs, waar ik uh, mij heel erg aan erger en waar ik denk: van, goh, daar moet toch wel echt iets aan gebeuren. En dus mijn strijd. Welke quote heeft u gekozen? Maar ja, maar de quote. Um, ik vind die gewoon doen waarmee ze begonnen zijn uh, vorig jaar bij VLD. Ik vond dan een hele sterke quote en een doener, ja, dat, dat, dat omschrijft eigenlijk wat dat ik ben. Uh, doener annex, buldozer. In de zin van, bij mij moet het vooruit gaan. Ik weet dat dat in uh, politiek absoluut niet het geval is, dus ik ga mij verschrikkelijk moeten aanpassen. Daaraan. Maar ik vind uh, Doener, uh, je kunt het niet beter uh, op mijn lijf schrijven. En dus uh, vond ik het eigenlijk niet nodig om nog een speciale quote uh, te gebruiken. Ik, ja, ik heb daar uh, een variatie uh, op gezet op een van mijn uh, uh, reclames, uh, had ik geschreven de onverbiddelijke doener naar uh, referentie naar het liedje. Maar niet meer dan dat, daar zat eigenlijk niks achter. Het is gewoon van ik ben een doener. Alleen mijn leven lang. Ik, ik ben een zelfstandige, een bedrijfsleider. Ik werk al uh, 30 jaar en ik werk al 30 jaar zeven op zeven. En ik ga niet zeggen 24 uur op 24, want dat is gelogen. Maar ik heb uh, tot uh, een zeven jaar geleden sliep ik maximum vier vijf uur per nacht en de rest was werken. En ik deed dat graag. Dat was niet omdat het moest. Dus voor mij is dat ja, Doener is eigenlijk het beste hoe je mij kunt omschrijven. En met plezier en voor anderen. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Wie dat een hele straffe gast vindt, dat is Bart Somers. Ik heb die al een paar keer horen spreken over zijn uh, uh, werk, wat dat hij uh, doet in, in uh, Mechelen. En ik was altijd uh, verschrikkelijk uh, geboeid. Um, als ik naar het buitenland kijk, vond ik, was ik altijd heel erg gecharmeerd door Barack Obama. Omdat ik, maar dat was dan niet zozeer door zijn politiek, want die mens heeft eigenlijk de, de malchance gehad van eigenlijk de, heel snel geblokkeerd geweest te zijn door de Republikeinen. Maar uh, een ongelooflijke redenaar. En daar hou ik wel van, want dat is iets dat ik wel mis nu in het parlement. Dat is, er zijn niet meer zoveel redenaars: mensen die echt goed kunnen praten en die een verhaal te vertellen hebben. En dus, uh, dat zijn eigenlijk mijn, mijn twee echte uh, voorbeelden. Ja. Wat zijn uw politieke interesses? Iedereen denkt dat, natuurlijk, hij gaat voor cultuur en media uh, kiezen. Uiteraard, maar ik vind dat zo'n evidentie dat, uh, dat ik daar ook niet veel kan aan, aan, uh, aan toevoegen. Ik ken alle ins en outs van cultuur en media. Dat is zo. Uh, want ik werk met alle uh, radio- en tv-stations, ik werk met artiesten, dus ik ken, ik ken de problematiek van. Uh, ja, aan dat artiestenstatuut is nog veel werk. Uh, we zitten daar met tax en men, hoe zit dat dan met, uh, met uh, mensen die uh, platen opnemen? Van uh, moet daar ook een tax shelter voor komen of niet? Uh, werkt in wel goed en, en die dat, dat krijgen doen die daar de juiste dingen mee enzovoort enzovoort. Ik kan u daar uren over vertellen, maar dat ga ik niet doen. Ik ben ook wel, uh, een, een domein dat mij heel erg uh, uh, interesseert is onderwijs. En ik ga u zeggen waarom. Uh, ik heb vier kinderen en mijn jongste kind heeft DCD. En dcd, dat is iets dat je dat moet je een keer uh, opzoeken op Google, uh, want ik kan zelf de juiste afkorting, ik kan, kan dat niet onthouden. Dus uh, maar ik kan u alleen maar vertellen, die is uh, motorisch wat achter. En dus uh, valt hij uh, via het M decreet uh, onder de gom en heel de, de soep. En uh, hoe dat wij dat moeten ontdekken hebben, dat is per toeval, uh, omdat mijn vrouw een, een kleuteronderwijzer is, die per toeval... Naar een cursus gaat waar dat er een professor spreekt over DCD. En dat zij de hele tijd zit te luisteren en zegt van goh, dat is onze leon. Amai, dat is onze leon. Amai. Echt waar. Die was daar even niet goed van. En die heeft de moeite gedaan om naar die professor te gaan en te zeggen van ik denk dat mijn kind dat heeft. En die mensen heeft gezegd van: stuur hem een keer langs. We zullen hem een keer testen. En effectief, hij heeft dat, hij is dus motorisch achter. Um, en dan zie je dan. Ziet het pas wat dat, dat is, dat DEM-decreet en hoe slecht dat, dat functioneert. Uh, niemand kan daar iets aan doen, dat is gewoon veel te snel uitgerold geweest. Uh, die, die leerkrachten zijn daar niet op voorbereid, die hebben dat nooit niet gehad, dus die krijgen in één keer een keer zo'n kind in hun klas en sommige leerkrachten reageren daar goed op, uh, nemen de moeite om daar een keer iets over te lezen en bekijken dan van hoe kunnen we dat aanpakken. Uh, andere leerkrachten die vinden dat gewoon een ambetant kind, want ja, die let niet altijd op, die schrapt moe, schrijft niet gemakkelijk. Uh, dat zijn, ja, je, je noteert pas hoe erg dat, dat is als je zelf met een de, met de zorgenkind uh, zit. Hè, ik geef een ander voorbeeld, hij zit ondertussen in het tweede studiejaar in een normale uh, uh, klas, dus een normale school. En na het eerste hebben ze gezegd vanuit de zorg van, eigenlijk zou je moeten op computer leren werken, want uh, hij, uh, hij, zijn schrijven gaat niet zo goed, niet zo vlot en het is misschien gemakkelijker als ze hem gewoon uh, typt. Dus, dus onze kleine heeft op zijn uh, acht jaar leren blind typen. Fantastisch aan de ene kant. Ze zeggen er dan meteen bij van, ja, maar dan moet ik dus ook een computer aanschaffen. Aan nu, wij zijn een middenstandsgezin, dus ja, wat doe je? Je koopt een laptop, dat is 500 euro. Je hebt daar een aantal software dat je daar moet op plaatsen, dat is nog een keer 100 euro. En dan zit ik te denken van, ja, en wat doe je dan met de mensen die dat dan niet kunnen betalen? Die worden eigenlijk in de steek gelaten, want die laten dat dan los. Die laten hun kind los en hun kind zit daar dan maar. Dus en daar denk ik van, ja, daar zou eigenlijk, dat demdecreet, daar moet... Of, ofwel doe je dat en dan moeten daar de nodige budgetten voor uittrekken en zorgen dat die leerkrachten te goed ondersteund worden, ofwel doe je het niet. Maar ik ben voor: doe het maar, maar zorg dat je het goed ondersteunt. En dan zit ik met mijn echtgenote, die een, een kleuteronderwijzer is, en daar, die staat in de instapklas. En daar, ik heb daar al een keer een tweet over gedaan en veel over mijn. Ja, over mijn schouders gekregen, om het mooi uit te drukken, eh, dat ik zeg van, ja, probeer dan eerst aan je kinderen zindelijk te maken voordat je ze naar de, naar de school stuurt. Dat is een moeilijke, ik weet dat. Dat is een, dat is een moeilijke, omdat ja, de ouders gaan werken. Hè, en wanneer moeten we dat doen? Ja, ik, heb dat, ik, ik weet dat, maar dan is er één oplossing. Dan moet je zorgen dat je per instapklas een kinderverzorgster hebt, bijvoorbeeld, die zich daarmee bezighoudt. Want soms is een meisje elke een keer naar mijn vrouw en dan vraag ik van, hoe is het, wat ze dan doen? Ah, ik zit op de toiletten. En die zit daar dan een uur of twee. Een uur of twee, want dat is kindje per kindje. En het een kindje uh, kan het en het ander kindje kan het niet. En dan moet, ja, dan moet alles preuper gemaakt worden. En dan deen de heeft in zijn broek gedaan en dan de ander niet. En deen de draagt nog een pamper en dan de ander niet. En dan denk ik van ja, dat is toch de taak niet van die leerkracht. Die leerkracht moet want dat is iets wat mensen denken dat, dat een kleuterschool nog is zoals vroeger. Maar een kleuterschool, daar leren zal vanaf vanaf begin krijgen die wel les, hè. die krijgen wel dingetjes aangereikt om te groeien. Maar die leerkrachten kunnen daar deel van hun de tijd hun aandacht niet aan besteden, gewoon omdat uh, ja, dat ze geen tijd hebben, dat ze, ze eigenlijk uh, hun tijd doorbrengen aan het toilet. En uh, komt daar nog een keer bij dat wij met Dilbek aan de Brusselse rand zitten en dat wij die indruk voelen van de, de Brusselse kant en dat wij niet genoeg capaciteit hebben. Er worden nu wel een paar scholen bijgebouwd in het Tilbeekse, maar dan nog, dat gaat blijven komen. Dus je moet daar dan toch een onderhandeling starten met die Brusselse regering, want daar moet iets aan gedaan worden dat die niet allemaal naar, naar ons scholen komen, zodanig dat wij onze eigen kinderen ergens anders moeten naartoe sturen. Dat lijkt mij niet logisch. Dus dat is ook een hele, een hele belangrijke. Kan ik u nog uh, meegeven dat ik ook uh, <laughs> qua veiligheid ben ik ook wel heel erg geïnteresseerd. Ik zit zelf in een, uh, een binnennetwerk uh, dat wij opgericht hebben, waarvan dat ik uh, het iedereen kan aanraden om het te doen, want dat werkt dus effectief, ook al zegt de politie dat dat niet bewezen is uh, dat dat werkt. Maar je ziet wel, je krijgt elke maand een verslag van de politie en je ziet dan wel dat het aantal inbraken toch wel uh, serieus daalt. Dus dat is ook iets waar ik uh, verder wil... Uh, mij voor inzetten en helpen en wat dat die cultuur betreft ja natuurlijk ben ik daar heel erg geïnteresseerd en ik denk van stel dat de vld in de regering zit en stel dat ze terug cultuur en media naar hun toe trekken dan zal ik met veel plezier de minister helpen met dingen aan te geven die beter kunnen wat kan er anders en beter in de politiek Goh, ik vind, uh, en dat is een hele moeilijke. Ik, uh, ik vind dat, uh, dat, uh, dat er meer moet uh, teruggepraat worden met, met elkaar. En dat, dat gaat nu echt van tweet naar tweet. Hè. Dat is tegen elkaar op. En uh, alles wordt gecommuniceerd via social media. Ik ben daar zelf. alleen ik ben een fan van social media. Ik ben altijd uh, geïnteresseerd geweest in alles wat dat internet en, en aanverwanten is. Maar ik vind nu dat het helemaal, de klepel is helemaal langs de andere kant geslagen en echt met mekaar praten doen ze niet, maar ruzie maken, dat doen ze wel, over de tweet en wie schrijft die blijft. Dat wordt altijd gezegd, maar dat is zo, als je iets schrijft, je moet daar, moet daar uh, uh, dan eigenlijk goed nadenken wat dat je schrijft en dikwijls, allez, ik heb daar een paar uh, politiekers, ik ga geen namen noemen, maar je hebt er een paar die eigenlijk beter een keer hun tong tien keer zouden ronddraaien voordat ze iets schrijven, omdat ze dikwijls... Allee, dat is direct uh, wat dat ze denken. Knal erop. En ja, dan zie je, zie je wat er gebeurt. Andere politiekers reageren daarop. Maar wat dan nog veel erger is, je hebt daar dan ook nog een hele hoop andere uh, gewone mensen die daar ook beginnen op te reageren, omdat iedereen vindt nu dat hem zijn mening mag en kan uiten. En dat is goed. Maar aan de andere kant, dat is ook zo zuur, dat is, dat is nooit positief. En ik ben meer voor de positieve kant. En ik vind ook dat je moet kunnen samenwerken met een andere partij als je een goed idee hebt en je wilt dat uitwerken. En niet op voorhand zeggen van, ja, maar niet met hen, want allez, je ziet dat ze scheuren, ik zie van, allez, wat is dat nu? Als dat een goed idee is. Ik ondervind dat ook in de gemeenten. Dat er soms in de gemeenteraad een goed idee komt van een, een partij die in de oppositie zit. En dat er officies gezegd wordt van dat gaan we niet goedkeuren. Zo. Dan denk je van, allez mannen, dat is misschien wel een goed idee. Waarom doen we dat dan niet? Ik vind dat we meer moeten samenwerken. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb een vandalen meegebracht. Ik dacht van. Ik had, ik had al zo'n een keer een paar van die filmpjes gezien. En ik zo, ja, iedereen brengt altijd van die rare dingen mee. Maar ik dacht van. Ik ga een vandalen meebrengen. En daar zit iets achter. Dat is van. Ik zou graag hebben dat uh, de, de politici minder over de hoofden van de mensen heen spreken. Dat ze een Nederlands spreken dat begrijpbaar is voor iedereen. Want dat is verschrikkelijk. Ik ben dus uh, een, een TV-kijker, puur sang. Niet alleen voor mijn beroep, maar dus ook omdat ik zeer erg geïnteresseerd ben. Dus ik sla geen programma's over die over politiek gaan. En dan hoor ik soms mensen debatteren en dan denk ik van, maar wat zeg je dat nu eigenlijk aan het zeggen? En waarom denkt nu je dat je zo weinig kijkers hebt? Eigenlijk omdat de helft van de kijkers niet weet waarover je bezig bent. En waar ik mij ook dikwijls de vraag stel van, weten die zelf wel waarover ze bezig zijn? Dat ze, die, ze gebruiken altijd veel te moeilijke woorden. Dus ik heb mijn vandalen nu al mee. Voor als ik iets niet versta, dan kan ik het tenminste opzoeken.